Kapot. Wat een lelijke pyjama's. Heb jij gedronken, Shirley? Nee. Geert, ga eens even aan de ruiken. Jij weet hoe het is om naar bier te stinken. Geen bier? Geen sigaretten? Alleen parfum. Mannenparfum. Mannenparfum? Je zei dat je bij Amber was geweest. Dit is de parfum van Amber. Ik ben niet dom, hè? Ik heb 3 diploma's. Ik heb mijn MAVO en mijn LTS. Dat zijn 2 diploma's. Zeg op, waar ben jij geweest? Hè? En niet liegen tegen je papa. Ik lieg niet. Ik ben echt bij Amber geweest. Maar Amber heeft ook een broer. En hoe oud is die? 17. Oh, leuk. Oh, lieve. En hoe ziet hij eruit? Hij is super knap. Donkere haren. Best wel gespierd. Nou, wat leuk. Eigenlijk dus net je vader. Eeuw, nee. Stop! Ik hoef dit niet te horen. Het is al erg genoeg dat onze dochter te laat thuis komt. Daar zijn wij, de ouders, het natuurlijk niet mee eens, toch, Christel? Lekker. Toch, Christel? Nee, daar zijn wij het niet mee eens. Nee, dus nee. Wij moeten even overleggen wat wij hiermee gaan doen. Oké. Okay. Ik dacht huisarrest. Dit is eigenlijk helemaal geen overleg. Het is meer een mededeling. Ja, dat lijkt me een logisch. Oké. Jij krijgt een horloge. Een horloge? Ja. Hoezo? Nou, dat is beter. Dan kun je kijken hoe laat het is. Tijdens huisarrest? Nee, dat als ze weg is en dan kijkt ze. Maar ze gaat niet. Ze blijft thuis zitten. Nee, ze kan een bandklok kijken. Een bandklok? Ja, dan kan ze kijken hoe lang ze gaat huisarrest. 2 uur later en ze hebben nog steeds niet door dat ik al boven ben. En dat ik de broer van Amber mee naar boven heb genomen. Game over. Oh, ja. Ik heb voor het eerst huisarrest, omdat ik de creditcard heb gebruikt voor 20.000 voetbalpacks. Boeien. Mijn vader zei van, weet je hoe hard ik hiervoor heb gewerkt? 3,5 uur blijkbaar. Dus ja, nu heb ik huisarrest. Excuseer mevrouw, kan ik zo Benjamin's slaapkamer gaan schoonmaken? Ik vond er laatst een paar krokante sokken en die liggen er volgens mij al een paar maanden. Nee, dat gaat niet, want Benji heeft huisarrest. Oh, wat vervelend. Weet je wat nou zo raar is? Het lijkt hem niet te boeien. Hij eet, hij gamet, hij slaapt. Hij komt niet eens naar beneden om naar de wc te gaan. Ja, kan ik u een tip geven? Moet ik nog wat haartjes weghalen? Nee, niet over uw wenkbrauwen. Nee, ik denk gewoon dat Benjamin nog iets te veel luxe heeft op zijn slaapkamer, waardoor hij niet echt gestraft wordt. Oké, maar wat moet ik dan nog doen? Hij mag al een week zijn Bolex niet om. Dat is toch een kwelling? Juist. Ik heb een idee. Oh. Vind je dat ik heel veel rimpels heb als ik mijn wenkbrauwen optil? Nee, mevrouw. Maar u zegt tegen Benjamin dat ik zijn slaapkamer ga schoonmaken en dat hij dat daarom even uit moet. En in de tussentijd haal ik al zijn luxe weg. En zijn krokante sokken. Maar ben ik dan niet te streng? Ik ben niet zo'n moeder, snap je? Ik ben veel hipper dan dat. Ja, juist. Nee, u bent een fantastische moeder. Oh? Met mooie wenkbrauwen. Ricardo. Oh, jij hebt ook gelijk. Ik ga meteen tegen Benji zeggen. Benji? Wat is
schoon. Dankjewel. Nee, leeg. Waar zijn mijn spullen? Weg, zodat jij eens leert hoe het is om echt niks te hebben, Benji. Ik zit met jullie huisarrest, hè? Oh, wat erg dat ik hier met jou zit opgesloten. Huh? Ik kan jakken. Mijn huisarrest is alleen maar beter geworden. Oh, dan zou je mijn pizza hebben. Straks zit jullie bij mij thuis? Nee, ik heb huisarrest. Oh, dat is niet chill. Jawel man, dat hoort er toch bij? Je wilt het toch een keertje hebben meegemaakt in je leven? Niet iedereen is zo'n braaf kind als jij. Oh my god, Darren keek naar me. Echt? Ja. Zei het nog iets? Ben ik echt zo braaf? Nee toch? Ik kan ook heus wel huisarrest krijgen. Weet je wat? Ik ga mijn vader helemaal de huid vol schelden. Dan krijg ik vast wel huisarrest. Oh, hey Lena. Hey, pa. Poepscheppers. Poepscheppers? Really, Lena? Dank je. En Rob is ook echt een uitstekende poepschepper. Bedankt, pa. Ja. Rob, ik wil nog even hebben met jou over de koetjes en de kalfjes. Ik vind koetjes en kalfjes leuk. Oké, herkansing. Bleh. Gadverdamme. Dit is zo ranzig. Goeie grap. Ik weet heus wel dat dit jouw lievelingskotje is, Lena. Wow. Wat een volume, Lena. Heb je er wel eens over nagedacht om mee te gaan doen aan het NK Boeren? Gaat ze winnen? Dit meen je niet, toch? Laat maar. Wat laat maar? Ik wil huisarrest. Daarom deed ik zo. Maar ik kan het gewoon niet en jij bent ook nog eens veel te lief. Dus jij wilt huisarrest? Ja? Nou, zo lief ben ik ook niet, hoor. Dus 10 weken huisarrest. 10 weken? Oh, is dat te veel? 8 weken. 8? 4? 1 dag. Toch? Ja, goed zo, pap. Rob, waar bemoei jij je opeens mee? Wil je ook huisarrest of zo? Nee. Nee? Zeker. Ja, dan bedoel je ja. 10 weken huisarrest. Zie, kan het wel. Bedankt, hè. Ja. Hm. Nou, eten. Eigenlijk is dit ideaal. In mijn klas kan ik niet zeggen dat ik huisarrest heb gehad, terwijl ik maar 1 dag thuis hoef te zitten. Hou je bek! Dus mijn fiets is gestolen en ik krijg huisarrest? Dat is toch niet eerlijk? Wat doe je? Ja, sorry. Moest voor je moeder. Jullie doen alsof ik een gevangene ben. Maar in Chile heb ik nog tenminste tv. Ben je een knuffel? Oh, shit, ik mag je cel er maar niet in. Wat is dit, man? Dit is toch huisarrest, geen kamerarrest? Jou zouden ze echt het woordenboek moeten laten schrijven. Ja, je hebt alweer gelijk. Dus ik mag naar beneden? Nee. Nee, mag niet voor je moeder. Bro, ben je gewoon een man in huis? Jij bent de baas. Ja? Ja, je hebt gelijk. Ik ben de baas. Ik ben de baas. Ik ga het er vragen. Zeggen. Ik ga het er zeggen. En haal dat ding uit je mond, want het ziet er niet uit. Haal het eruit. Ja. Waar is je vrouw? Ik denk dat oma's proeftijd erop zit. Ja, ik laat hem voorwaardelijk vrij. Vanaf nu mag je naar beneden, begrijpen? Gaaf. Ola medi, hoor. Hij blijft lekker boven. Zeker komt hij niet naar beneden. Oh, nee? Nee. Maar boven... Boven vereenzaamt hij. Ik heb hem net gezien. Hij is supervol afgevallen. Het lijkt wel een junk. Nee, hoor. Nou, weet je, oké. Okay, voor het eten. Daarna gaat hij echt weer naar boven. Yes! Hebben we dat gehoord, Omar?
Huisarrest. Oké, ik zal het hem zeggen. Nee, niet hij. Jij! Yes, yes. Nee, toch? Nee, nee, nee. Ja. Oh, ja, 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 ja. Dag, dag. Wat? God. Kai heeft een leraar uitgescholden, schat. Onze Kai? Nee, sorry, daar geloof ik niks van. Nee, dat zou onze zoon nooit doen. Ingrid, nou moet je eens luisteren. Het is opgenomen door een andere leerling. Het gaat op dit moment virus. Viral. Een beetje leuk of... Oh, oh je Kai, je vieze tief lucht achter je aan de hele tijd. Oprotten. Kom op. Ik vraag me toch af hoor, of dit niet gemanipuleerd is met dat AI. Nou ja, hè? Ook onze Kai die doet soms dingen die niet kunnen. En nu? Ja, huisarrest. Hoi. Jullie kijken net als of opa's overleden. Dit is veel erger, Kai. Carla, dat kan je toch niet zeggen over mijn vader? Wij zijn gebeld door school. Ja. Oh ja, dat. Lieverd, ben jij misschien slachtoffer geworden van AI-trucage? Ja, het is AI, mam. En nee, ik heb mijn leraar gewoon uitgescholden. Wij snappen natuurlijk dat het lastig is om een puber te zijn, Kai. Maar dit is echt niet oké, schat. Nee, nee. Oh, wie is dat? Ja. Komt u maar. Wie is? Hoi. Ik heb meneer Stom uitgenodigd zodat jij je excuses aan kunt bieden. Heet u echt zo? Ja. Ja. Dat is gewoon mijn achternaam. Jawel. Nou, Kai, zeg het maar. Wat? Sorry. Kom op, zoals we je hebben opgevoed. Ja, nee, dat ga ik niet doen. Meneer Stom heeft namelijk tegen een vriendin gezegd dat ze nooit een baan gaat krijgen vanwege haar uiterlijk. Daar ben ik gewoon voor opgekomen. Jij? Moet je niet zo met alles bemoeien, klein ventje? Ik ken types zoals jij. Bedweterig en irritant. Maar als ik zo naar jouw moeders kijk, dan snap ik wel dat jij zo bent geworden. Pardon? Ja, Kai die heeft net zo'n arrogante blik als die van jullie. Wat? Die blik. Wat? Die blik bedoel ik, ja, precies die. Uh-oh. En weet u wat u bent? Een chagrijnige zak. Patat. Ja, een chagrijnige zak patat. Zonder saus, want zo saai bent u. Een hele droge aardappel. Zonder zout. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja? Oh ja. Oh, wat is die storm? Wat denk je? Geen huisarrest. Wel een week geschorst. Tien weken huisarrest jij.